De mens bouwt nog maar een paar duizend jaar aan de wereld. Dat is een schijntje voor de natuur, die al miljoenen jaren haar gang gaat. En vooral de natuur onder de waterspiegel. Omdat je er niets van ziet, is het leven onder water een mysterie. Een compleet andere wereld, die wel eens de laatste wildernis van Nederland genoemd wordt. De enige plek waar je nog echte wilde dieren kunt tegenkomen. Ja, wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat hier onder water iets van 30, 40 verschillende vissoorten wonen en leven. En die zwemmen hier in dit geval rond het meer, door het meer heen. Die gaan naar de oever om eten te zoeken. In het voorjaar planten ze zich daarvoor. De jonge visjes groeien daarop. Die trekken weer uit die oever weg hier naar het diepe water. En dat is eigenlijk gewoon een enorme oase vol met leven eigenlijk. Maar de schoonheid van die prachtige natuur verbergt ook problemen. Want de waternatuur heeft het moeilijk. En vooral vissen hebben het zwaar. Ze kunnen niet meer migreren en de plekken waar ze thuis horen niet meer bereiken. Een aantal vissoorten dreigt hierdoor voorgoed uit ons land te verdwijnen. De waterschappen, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en daarmee ook voor de waternatuur, hebben de handschoen opgepakt. Ah, hier is vis, hier is vis, hier is vis. Zij zijn aan de slag gegaan om de tijd te keren. Het is een hele school, we vermoeden blankvoorn, jonge blankvoorns. Dit is een baars. En dat is echt een rovertje, een roofvisje. En de grotere rover eigenlijk wel een van de grootste rovers in het Nederlandse water, dat is de snoek. En dit is een heel klein, jong snoekje. En dat is een visje van vorig jaar. Die is vorig jaar geboren. We hebben baarsen gevangen, we hebben blankvoorns gevangen, we hebben rietvoorns gevangen. We hebben zeelt gevangen. Er zit een snoekje in. En eigenlijk laat dit beeld zien dat we hier gewoon een prima waterkwaliteit hebben. Voldoende helder, mooi begroeid. En kortom, dit is gewoon een prima milieu voor een vis om te leven. Dus erg belangrijk om het mogelijk te maken dat vissen ook in dit gebied kunnen komen. Met het blote oog zie je er niets van. Maar twee keer per jaar vindt er een fascinerende gebeurtenis plaats. Onder water volgen duizenden vissen hun instinct en trekken massaal naar andere plekken. Die trek hebben ze nodig om te overleven. Nou, vissen die hebben voor hun totale leven verschillende gebieden nodig. Ze hebben gebieden nodig om zich voor te planten. Ze hebben gebieden nodig waar de jonge visjes kunnen opgroeien. En natuurlijk ook gewoon gebieden voor de volwassen vis om te leven. Het is erg belangrijk dat de vis vrij van het ene gebied naar het andere gebied kan trekken. Dat doen eigenlijk alle vissen. Zoetwatervissen doen dat. Maar er zijn ook speciale vissen. Vissen die tussen het zoete water en het zoute water trekken. Tijdens die vistrek is het belangrijk dat die vis vrij heen en weer kan zwemmen. Vrij heen en weer kan trekken, zeg maar. En daar zit dus het probleem. Omdat er tegenwoordig met het waterbeheer zijn er ontzettend veel stuwen en gemalen opgeworpen om dat water optimaal te beheren. Maar daarmee heb je enorme barrières voor vistrek. En dat is het probleem. Een nadeel van gemalen is dat de sterke pompen een gevaar kunnen zijn. Om te weten hoe groot dat probleem is een onderzoek gestart. Het aantal gemalen onderzoek waar heel veel schade is. Hè? De oorzaak is van die schade. Vissen willen graag migreren. En dat is een bepaalde route die ze afleggen. En op de route komen ze een aantal barrières tegen. Ja, dat kunnen waterkrachtcentrales zijn en stuwen of gemalen. En die barrières die zitten hun migratiedrang in de weg. En daarom is dat een probleem. De onderzoekers hebben het rigoureus aangepakt en bij talloze gemalen een steekproef genomen. Wat we gedaan hebben is aan de voorkant kijken hoeveel vissen er eigenlijk bij het gemaal komen. En aan de achterkant kijken hoeveel vissen er doorheen gaan en wat de staat is van de vissen die er doorheen komt. Een blankvorentje van 13. En nog een blankvorentje van 13. Enerzijds kunnen we gelukkig concluderen dat we heel veel gemalen niet hoeven aan te passen of te vervangen, want die schade valt gelukkig mee. Maar wat we ook heel duidelijk kunnen doen met de resultaten is dat je kunt focussen op de probleemgevallen. Als de vis eenmaal op het Rijnlandse boezemwater
is gekomen. En dan moet je je voorstellen, er is een enorm stelsel van meren, plassen en kanalen. Die vissen kunnen in dat boezemstelsel heel vrij rondzwemmen, op zoek naar plekken om de polders in te gaan. En wat wij dus nu aan het doen zijn, is eerst vismigratie vanuit het buitenwater Rijnlands boezem op. Als we dat hebben gerealiseerd, gaan we de tweede stap doen, namelijk vanuit al die boezemkanalen verbindingen maken naar die achterliggende polders. Het eerste probleem begint al bij de kust, ter hoogte van gemaal Katwijk. Een van de weinige plekken waar jonge paling het land in kan komen. Maar om hoeveel jonge aaltjes gaat het eigenlijk? Hierachter staat gemaal Katwijk. Daar zit er een tussenboezem, noemen ze dat, zit er tussen. Daar hebben we nu zoet water in gepompt. Dat heeft een hele tijd hier naar buiten gelekt. En dan hopen we dat de glasaal vanuit zee moet nu hier voor de muur komen. Het is nu nog even te licht voor die beesten. Maar als het direct donker wordt, zetten we hier ook 1000 watt lamp neer. Daar komen ze op af. En dan gaan we kijken hoeveel aanbod voor glasaal er is. De trek van de jonge paling, of glasaal, hoort tot de meest fascinerende verschijnselen van de natuur. Als de glasaaltjes bij onze kust aankomen, zijn ze zo ongeveer 10 centimeter lang. Ze hebben er dan al een reis van bijna 3 jaar en een paar duizend kilometer op zitten. Ze beginnen hun reis in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan en drijven met de stroom mee naar de kust van Europa. Hier willen ze opgroeien in het zoete water van het binnenland. Een wonderlijk fenomeen dat al miljoenen jaren plaatsvindt. Maar in onze tijd kunnen de glasaaltjes niet naar binnen. De kust zit potdicht. Ja, ik ben van oorsprong beroepvisser. Ik ben al van 16 jaar af. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden. Heb ik het bedrijf overgenomen. Dus ik ben al een behoorlijk tijdje eigen baas. Vroeger, toen die afdichtingen, kijk hier zitten stalen deuren in met rubber afdichtingen en die zijn helemaal dicht. En vroeger waren dat houten deuren en die lekten aan alle kanten en ja, die beesten konden gewoon heel makkelijk naar binnen komen. Ja, en dat is wel een beetje een probleem. Het wachten is op het moment dat de aaltjes gaan trekken. Meestal pas als het donker is, dat is veiliger. Beroepsvisser Gerard Manshande doet onderzoek in opdracht van het waterschap om te kijken om hoeveel glasaal het gaat. Tegen de schemering ontdekt hij al een eerste aaltje. Kijk, kan je hem zien of niet? Om te weten hoe de vissen geholpen kunnen worden, wordt hun gedrag nauwkeurig bestudeerd. Met deze gegevens is een knap systeem ontwikkeld om de vissen langs het gemaal te loodsen. Wat we eigenlijk doen is de jonge paling die op dit moment ons gebied in wil trekken, wil het liefste in de schemer, 's avonds, wil die het gebied intrekken. En dat kan die dus niet. En wat we dan gaan doen is, 's ochtends pompen we hier deze tussenboezem pompen we op met zoet water. Dat zit in ons gebied. Dan op het moment dat het eb gaat worden, zetten we hier een kiertje open. En dan gaat het zoete water mee de zee in met de ebstroom. Dat is voor die jonge glasaal een soort lokkertje, een lokstroom. En die wil dan eigenlijk naar het zoete water toe ons gebied intrekken. 'S Avonds dan zetten we, als het dan laag water is, zetten we hier de buitensluis, zetten we de schuiven die hierin zitten, zetten we dicht. Hier zit de glasaal en dan gaat erachter gaat een viskoker open. En dan kan de jonge glasaal ons gebied in en opgroeien tot volwassen paling. Naast glasaaltjes wordt ook het driedoornige stekelbaarsje geteld. Een andere vis die het binnenland in wil trekken. Om het systeem zo goed mogelijk af te stemmen, worden alle gegevens genoteerd. Hoeveel vissen zijn er? Hoe groot zijn ze? Bij welk weer zwemmen ze? Alles doet ertoe. En elke keer is de vangst weer een klein wondertje. Meerdere zelfs. Glasaaltjes. Dit is een glasaaltje. Dat moet later zo'n hele dikke paling worden. Nou, wij zijn ook klein begonnen. Als je heel goed kijkt, zie je zijn darmstelsel zitten. Zijn ruggengraatjes hier zitten. En zelfs zijn bloedvaters hier zitten. En wat leuk is, als hij een heel klein tijdje het zoete water is, dan pigmenteert hij. En dat heeft hij heel snel. Hè? Met een week dan is hij verkleurd. En ik heb wel eens gehoord van een bioloog op zee. Die had hem met heel veel moeite, hadden ze zo'n aallarfje gevangen. Daar wouden ze onderzoek naar doen. En die hadden ze in een aquarium gedaan, maar het was een dag erna waar het ook glasaaltjes geworden. Heel veel moeite gedaan, maar... De natuur vindt overal een plek.
Zo vinden ook vissen in allerlei wateren een leefgebied, zoals in de duinen. Hier is het van belang dat de omstandigheden in het water precies goed zijn. Als de juiste vissen er leven, is dat een teken dat de waterkwaliteit goed is. Vroeg in de ochtend gaat een speciaal onderzoeksteam de duinen in om polshoogte te nemen. Ze gaan de boot pakken en die gaan ze dan naar de locatie rijden om, om de netten in het water te hangen om de visstand te gaan meten. Stelselmatig worden alle duinplassen onderzocht. Dit is een zege. En daarmee gaan we een trek maken door dit kanaal heen. En dan gaan we naar een bepaalde afstand gaan we kijken van hoeveel vis we verzamelen in dit kanaal. En zo krijgen we dus een beeld van wat de waterkwaliteit is in ons gebied. Ook in de Westeinder Plassen, een paar kilometer verderop, wordt gekeken naar de leefomgeving van vis. Dit keer gaat het om een wel heel bijzondere vis, de meerval. Sportvissers Martin Hoorweg en Gerrit van Eck hebben een aantal meervallen gezenderd om meer te weten over hun gedrag. Dit is de hydrofoon. Deze vangt een signaal op van een zender die wij in de meerval hebben geplaatst. Die zenders zenden ongeveer om de 6 seconden een signaaltje uit, een ping noemen we dat, die geregistreerd wordt door de hydrofoon. Nou, verspreid over het water staan er een aantal van de hydrofoons en daardoor kunnen ze eigenlijk de meerval volgen hoe die door de plas heen migreert. Met de gegevens krijgen ze inzicht in het gedrag van de meerval, dat anders onzichtbaar blijft. Ze kunnen zo meedenken over een goede leefomgeving voor de vis. Maar vissen mag iedereen erop? 8, 10, nee. Palingvisser Theo Rekelhof komt regelmatig meervallen tegen in zijn netten. Hij heeft er één voor ons vastgehouden. Kijk, daar hebben we een meerval. Lutje. Het is een van de wonderlijkste en meest mysterieuze vissen in ons land. Hup. Die heb ik gevangen op de kleine poel. En aan de andere kant, daar liggen nog twee kleine plasjes. En daar zwemmen deze beesten rond. Ze zwemmen trouwens overal op de Westeinderplas rond. Hoor. Ik had er pas een van 1,50 meter. De grootste die ik ooit gevangen heb was 1,70 meter. Die woog 27 kilo. De meerval is niet echt een migrerende vissoort. Uit voorgaande onderzoeken weten we eigenlijk dat meervallen graag op een rustige plek liggen met een dak boven hun hoofd. Bijvoorbeeld rietschudders, boten, stijgers of pontons. Maar daar liggen ze echt puur om te rusten. En we merken dus ook dat ze dan 's avonds er echt op uitgaan om ergens voedsel te zoeken. Het zijn ook geen plekken waar ze gaan paaien. Daar hebben ze weer waterplanten en dergelijke voor nodig. Dus daar... Ze migreren wel, korte afstanden, maar precies waar naartoe en op welk moment van het jaar, dus naar de paaiplaatsen en bijvoorbeeld overwintersplekken, dat is nog onbekend. En dat is hetgene wat wij aan de hand van dit onderzoek proberen te achterhalen. Nou, hier kan je dus nu de data zien en de tijden wanneer hier dus een vis langs is gekomen, geregistreerd is. Als ik naar beneden ga, dit is de laatste op 1 mei. Dat is nu ongeveer een paar dagen geleden is hier de laatste meerval geregistreerd. Dus die is vanaf hier. Helemaal naar de andere kant gezwommen. En ik zie ook dat het twee verschillende ideeën zijn, dus twee verschillende vissen. Nummer 48 en nummer 47. Dus ze zijn allebei geregistreerd hier. Dat is wel heel verrassend, hadden we niet verwacht. In de duinen is intussen een groot net uitgezet, waarmee gekeken wordt hoeveel vis er in de duinplas leeft. Kijk, dan kun je mooi zien dat is het einde van het net en daar wordt straks al die vis in verzameld. Biologie op een top, vind ik zelf. Dus kijken wat de visstand in je gebied is natuurlijk hartstikke interessant.
Daar lijkt wel heel weinig in te zitten hier. De vangst is mager. Geen grote karpers kunnen vangen, alleen wat kleine stekelbaasjes. En die zijn zo klein dat ze zelfs door de mazen van het net naar buiten komen. Ze liggen bovenop het net. Als het heel goed water zou zijn, dan zou je een gevarieerdere visstand verwachten. Dus meer soorten. Zou je bijvoorbeeld baars, zeelt, ruisvoren ook in dit water zien. Ja. Misschien dat we ze straks elektrisch nog vangen, want we vissen straks de oevers nog elektrisch af. Maar dat is dus even de vraag. Het is dus werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel. Ja, zeker voor de waterberen. Om de visstand hier gevarieerd te krijgen. Vissen zijn gebouwd op een watersysteem dat al duizenden jaren bestaat. Zonder mensen, sluizen of gemalen. Ze willen gewoon zwemmen, van land naar zee en andersom. Verrassend genoeg is dat oude systeem voor een deel nog aanwezig. Tussen de industrie, de boten en de havens vindt de natuur haar eigen weg. Zoals in het Noordzeekanaal, een van de belangrijkste trekroutes voor vis. Daar ligt de Noordzee, het Noordzeekanaal, de havens van Amsterdam. En de havens die hebben een aantal zijkanalen. Een van deze zijkanalen zie je hier voor je. En die vissen die willen vanuit de Noordzee, via het Noordzeekanaal, het achterliggende gebied in. En dit is het achterliggende gebied van Rijnland. Daar zit ruim 12.000 hectare aan water in. Kanalen, meren, plassen, polders. En dat is het leefgebied voor die vissen. Die vissen willen daar naartoe. Maar ze hebben dus één groot probleem. En dat is dit grote boezemgemaal. Wat een onneembare barrière is voor de vis. Boezemgemaal Halfweg is gebouwd in een tijd dat niemand nog naar vis omkeek. Dat is nu veranderd. Nou, de vissen komen hier op het kanaal aangezwommen. En die zwemmen dan hier tegen het boezemgemaal aan. En daar kunnen ze niet langs. En wat wij nu aan het bouwen zijn, is een passage om het gemaal heen. En dat is, hier zie je de ingang van die passage. Nou, om van hier naar het boezemwater te komen, hebben we een hele grote buis aangelegd van een meter diameter. Die is hier geplaatst en die wordt op dit moment verder toegedekt. En de vis gaat daar doorheen richting dat boezemwater. In het najaar werkt het andersom. Dan wil de volwassen paling de polders weer uit, richting Noordzeekanaal. Om te voorkomen dat de paling door de gemaalpompen moet zwemmen, is een constructie bedacht waarbij de paling om het gemaal heen geloodst wordt. Via een visvriendelijke vijzel kunnen ze het hoogteverschil overbruggen tussen polder en kanaal. Daarna worden ze door de ondergrondse buis naar de andere kant van het gemaal geleid. Eenmaal daar uitgekomen kunnen ze ongehinderd op weg naar de Noordzee, op een lange tocht naar de Atlantische Oceaan. We moeten ons druk maken om vismigratie vanuit onze verantwoordelijkheid als mens. En wij brengen echt gewoon een aantal vissoorten echt op de rand van uitsterven. En vismigratie of de hindernissen die daarin zitten is wel één van de factoren die daar een rol bij spelen. En als waterbeheerder kunnen wij aan die factor in elk geval draaien. Wij kunnen gemalen passeerbaar maken, wij kunnen stuwen passeerbaar maken. En daarmee verbeteren we al een heel stuk van het migratieprobleem. Vissen zijn de grootste dieren onder de waterspiegel en er zitten echte rovers tussen. Maar vissen zijn op hun beurt afhankelijk van een hele andere wereld. Die van de macrofauna. Kleine diertjes die in het water leven. Deze macrofauna zegt alles over de leefbaarheid onder water. Of er bijvoorbeeld genoeg waterplanten zijn, genoeg voedsel is en of er de juiste omstandigheden zijn voor een gezonde waternatuur. Ik heb alleen maar watervlooien. Oh ja, hier gaat iets van een wormpje. Als die omstandigheden goed zijn, is het voor vissen ook goed. Dit is denk ik een jong snoekje. Ja. De waterschappen die heffen steeds meer barrières op. Dus we proberen stuwen vis passeerbaar te maken, gemalen vis passeerbaar te maken, bypasses te maken. Maar dat heeft natuurlijk alleen maar zin als die vissen een goed leefgebied vinden waar ze naartoe kunnen zwemmen. Dus ondiep water om in te paaien, wat dieper water om in te overwinteren. Hij heeft een plek nodig om op te groeien, zijn voedsel te zoeken. En al dat soort plekken die moeten beschikbaar zijn. Dus dat wegen wij ook heel goed af voor we iets passeerbaar maken. Dat we juist die goede plekken voor de vis bereikbaar maken.
Tijdens de tocht naar het paaigebied zullen de palingen niets meer eten en de reis zonder onderbrekingen afleggen. Het is van belang dat ze sterk zijn en onbeschadigd. Dit is een vrouwtje. Heel mooi beest. Voordat ze aan een tocht beginnen, worden ze eerst door Gerard en zijn zoon bekeken en gewogen. En hoewel het om een steekproef gaat, is het voldoende voor Gerard om een goed beeld te krijgen van de conditie van de dieren. 59. Weet je wat ik altijd vind? Kijk, voor vogels en andere natuur hebben mensen heel veel over. Maar zo gauw het onder water zit, wordt het door heel veel mensen wordt het gauw vergeten. Maar die beesten konden vroeger gewoon Europa inzwemmen. Er waren nergens belemmeringen. En ik wil zeggen, daar trek ik me niks voor aan. Maar die dieren horen ook thuis in Nederland en in heel Europa en de hele wereld. Het is goed weer voor de paling wel dit. Bewolkt. De laatste paar dagen stond de maan in de lucht. Het is alweer opkomende maan, dus het wordt al iets minder. Vorige week vingen we gewoon meer. Nu is het weer wat minder, maar ze zwemmen hier even goed. En je ziet het, ze zijn erg rustig. Ze geven hun eigen gewoon een over. Ze zagen er heel goed uit. Ja, nou, deze pompen doen het goed.